FRAPA geperfectioneerd en aan uw gazon gestationeerd. Dit is Radio Gaga. Radio Gaga met Joris en Dominique. Radio Gaga, jouw hyperlokaal verzoekkanaal. En ben je nog actief als arts hier? Ja, absoluut. Ja. Benidorm is het grootste openluchtbejaardenhuis van Europa. Dus dat is hier geriatrie. Ik werd in het vierde leerjaar zwaar gepest om mijn huidskleur. Ja. En dan heb ik op een gegeven moment een crisis gedaan. En heb ik wel een tijdje in instelling gezeten, in Gasthuisberg. Ja, een soort van depressie. Maar zo echt dat er viel niks meer met mij te doen. En ik was 10 jaar, dus dat is niet zo normaal voor een kind van 10 jaar. Nee, nee. En sindsdien, ik begon te eten. Ik begon mijn weg te lopen in het eten. En ik ben heel zwaar geworden vanaf dan. Slaap lekker, Meulenberg. Laat ons slapen in de caravan. Ik denk dat door dit soort nummers zijn de rellen uitgebroken, denk ik. Echt waar, jongen. Even jullie aandacht voor volgende dienstmededeling. Beste werkgever, ik ben Aziz en ik vind dat je iedereen een gelijke kans zou moeten geven. Je moet nooit op naam afgaan, want dat zijn degenen die juist misschien wel het werk beter doen als ene die Jan of Piet heet. Dus dat weet je niet. Mag ik een beetje schunnige taal gebruiken? Tuurlijk, zeker. Mijn levensstijl is er hier van, kun je allemaal mijn kloten kussen. Ja. En mijn vrijheid stopt waar die van een ander begint. Ja. Dat is een beetje... Kijk eens aan, mooie woorden. Ja, fantastisch. Ja, ik ben een echte filosoof. Ja. Ja. Wat een toog. Ja. Hoe is de sfeer daar, Joris? Fantastisch! Optimale sfeer hier in Benidorm. Wat zeg jij nu? Ik heb nog nooit geen man graag gezien. Maar hè, wat is dat nou? Tussen graag zien en graag zien is een groot verschil. Ja. Ik heb André graag. Maar graag zien tegen graag te samen zijn, hebben. Dat is een groot verschil. Hè. Ja. Wil je een nummer zingen voor ons? Ja. Elk nummer. En wat wil je zingen? Let It Go van James Bay zingen. Let It Go van James Bay. Ja. Walking home to talking loads, to seeing shows and evening clothes with you. Ja, zo weer verkeerde bochten gepakt, hè. Allee, ja. Ja. Je hebt niet altijd de keuze. Ik zeg, je hebt zelf de keuze, maar ik heb niet gevraagd om opgegroeid te moeten worden in een internaat, bijvoorbeeld. Vond je stel dat je dat moest van je ouders? Nee. Ah, nee, okay. Van de rechtbank. Is het waar? Ja. Voor onze veiligheid. Als je geschorte blauw naar school moet gaan en als daar al klagen bij de politie, bij de rechtbank, dat niet klopt, ja, dan moet er iets gebeuren. Hè. En mijn moeder die kon iets doen. Hè, ja. Die werd zelf ook bedreigd en gedaan. Dus. Hey Bob, hoe is het nu? Goed. Ja? Ja. Kan beter, maar... Kan beter? En wat, wat kan er beter, Bob? Ik heb clearcoats gehad. En ik speelde voetbal en ik heb te weinig mijn rust genomen en zo mijn lichaam helemaal uitgeput. Dat is ondertussen een jaar nu dat ik niet voetbal. Ik speelde voetbal bij Kortrijk. En, bij KVK? Of? Ja. Mooi. Ja. Jezus. Dus op hoog niveau? Ja. Ik ben 3 keer bij Manchester City mogen gaan testen. Mooi. Ja. Alsjeblieft. Ja. Ja, dat was lekker een droom dat ik leefde. Dus, ja. Ja, dan kwam die tegenslag en het is nu al een jaar dat ik stil lig. Dus, zo frustrerend. Ja. Ja. And I had a dream. I stood beneath an orange sky. Ik zou nu al een matchje kunnen spelen in mijn hoofd. Zo vermoeiend en zo zot van te komen, hè. My brother and my sister stand.